Nee, ik ben bij die gesprekken geweest, dus dan weet je dat het een kant op gaat. Ja. Ik ben blij met het vertrouwen wat die mensen in mij hebben, eigenlijk vanaf het begin. En ja, ik heb ook het idee dat we nog niet klaar zijn, dat we nog ergens naartoe kunnen met z'n allen. En ik werk met hele goede mensen samen, vind ik. Dus dat plezier is voor mij ook heel belangrijk. Ja. Hoe lang zijn die gesprekken eigenlijk gaande? We zijn begonnen, denk ik, ergens in november. En in het trainingskamp in Estepona is dat echt een goede kant op gegaan. Toen heeft Lubbers mij ook meegenomen in de plannen van de club. Ja. Ja, en dan word je ook steeds enthousiaster als trainer, omdat je. Ja, ik haal heel veel voldoening uit zeg maar het stabieler maken van FC Emmen. Nou, daar zijn we met z'n allen volgens mij mee op de goede weg. Ja, je begint in november. Wat was jouw insteek toen? Was dat toen ook echt van, ik wil hier nog verder? Of was je zoiets van, ik ga hier neutraal in, even kijken wat de club wil? Ja, dat laatste. Toen zat ik nou zeg maar 20 maanden voor het einde van mijn contract. Ja. En ik had zoiets van, ja, weet je, dat hoeft allemaal niet. En laten we nog even geduldig zijn, want je weet ook nooit hoe dingen gaan lopen. En ja, goed, wat ik zei, ik werd steeds enthousiaster door de plannen die hij op tafel legde. En ja, met name ook omdat je. Kijk, ik vind het voetbal nogal gênant om een soort van carrièreplan uit te stippelen. Dan denk je, ja, waar slaat dat op? Er zijn 500 trainers. Ja. Je hebt het goed naar je zin, denk ik, bij FC Emmen. De club zit nog niet op zijn top. Je kunt daar een verbeterd contract tekenen. Je kunt daar blijven. Mensen hebben vertrouwen in je. Ja, dus dan ga je daar goed over nadenken. En dan denk je, ja, weet je, waarom eigenlijk Er zal misschien één iets geweest zijn toen Peter Lubbers tegen je zei, ja Dick, we gaan dit en dit, of dit willen we heel graag, dat jij dacht, wauw, hier wil ik bij horen. Of was het niet zo? Nou, ik heb heel veel vertrouwen in Ronald, is het trouwens, niet Oh, Peter, Ron, maar hoe kom ik op Ronald. Peter Ja. Lubbers? Ik heb geen idee. Zijn neef, denk ik. Ja, vage bekende. Nee, kijk, Lubbers, ja. Ronald heeft mij in 2015 al voor het eerst benaderd. Daar sprak heel veel vertrouwen uit. Ja. Kende mij als trainer, wilde mij dat jaar al bij Groningen vandaan halen. Nou, dat is toen niet gelukt. Ja, dus we hebben in de afgelopen jaren gewoon een hele mooie band opgebouwd. En ik proef de clubliefde bij die man, ik proef waar hij naartoe wil. En wat ik ook voel is dat hij dat ook ja, eigenlijk iedere keer wel voor elkaar heeft gekregen, het zetten van die volgende stap. Dus ja, ik denk dat we elkaar kunnen helpen. Nogmaals, ik heb het heel goed naar mijn zin. Ik vermaak me daar prima. En ja, heel veel mensen zeggen dan, had je dan zo lang moeten tekenen? Ja, dan denk ik altijd, waarom niet? Je weet nooit of dat die contractduur ook, of we die volmaken met z'n Nee. tweeën. Want ik ben ook niet achterlijk. Ik ga straks aan mijn vijfde seizoen beginnen. Ja. Er kan ook altijd een moment komen dat je op elkaar uitgekeken bent. Nou, ik denk dat ik inmiddels een dusdanige verstandhouding met Lubbers heb dat we ook daar prima over kunnen praten. Ja, want dat is de volgende vraag. Is er een houdbaarheidsdatum aan Dick Lukien? Ja, ongetwijfeld. Maar Kom je maar op een manier achter. ja, nee, maar precies, dat is een kwestie van doen. En ik denk dat je als trainer daar ook zelf een hele grote rol in kunt spelen. Door iedere keer ook wel op zoek te gaan naar wat kunnen we anders doen, wat kunnen we beter doen. Door met je spelers in gesprek te blijven. Ook wel door de spelersgroep te verversen. Ja. Ja, dus ik denk dat het best kan. Anders had ik het ook niet gedaan, uiteraard. En ik heb geloof in wat we doen met z'n allen. Ja. Toen jij instapte, speelden jullie in de Jupiler League nog? Zegt het goed? Ja. Ja, Jupiler League. Nou, inmiddels bijna een stabiele middenmotor in de Eredivisie. In ieder geval op weg daar naartoe. Wat zijn de plannen richting 2023 waarvan jij dacht, ja, hier zeg ik ja tegen? Waar wilt meneer Lubbers naartoe met Emmen? Ja, Emmen wil gewoon een stabiele bespeler van de Eredivisie worden. En in Emmen wordt heel vaak het voorbeeld van Heracles aangehaald. Dus zeg maar stabiel spelen tussen plek 8 en 14. Waarbij je bij een negatieve uitschieter zeg maar dan 14e, 15e kunt worden. Maar met een positieve uitschieter in het linkerrijtje kunt spelen. En ja, ik denk dat het achterland, en dat is ook gebleken. Kijk je naar het aantal toeschouwers, kijk je naar het aantal sponsoren wat erbij wil horen. Ja, dat is wel een mooie uitdaging. En ik hou wel van uitdagingen. En ik vind het wel erg leuk om ze daarbij te helpen. Ja, ik zeg natuurlijk gekscherend, we weten niet hoe lang de houdbaarheidsdatum is van jou. Maar je kan ook zoiets bedenken van, het gaat nu goed. Misschien komt er wel een grotere club die in de tussentijd, richting 2023, zich voor mij meldt. Heb je daarvoor bepaalde clausules afgesproken met de club?
Ja, ik vind het niet zo netjes, Niel, om dingen uit het contract te bespreken. Ja. Maar we hebben alles bespreekbaar gemaakt. En natuurlijk bespreek je dat soort dingen ook. En ja. Weet je, ik heb geloof in de band die ik heb met Ronald, dat we daar dan op een hele goede manier mee om kunnen gaan. Ja, en dat is misschien ook wel goed, hè? Wat jij zegt, vanuit 2015 probeerden die jou al te halen. Ik denk dat er heel veel mensen in de voetballerij, en jij loopt er veel langer in rond dan dat ik dat doe, altijd mooie praatjes hebben, maar het vervolgens ook waarmaken. Ik denk dat dat ook heel veel waard is, hè? Een bepaalde vertrouwensrelatie opbouwen met iemand. Nou ja, bij mij in ieder geval wel. Ik hou van mensen die ik kan vertrouwen, die gewoon ja. doen wat ze zeggen. Dus dat past wel, dat hele nuchtere zo steekt hij gewoon in elkaar. Maar dat merk ik ook bij alle mijn collega's, hè. Dat is ook voor mij een belangrijke factor geweest. Ik kan me eigenlijk bij FCM, en dat heeft natuurlijk niet alleen maar met dubbels te maken, maar het heeft ook te maken met mijn directe collega's, met de spelersgroep. Ik denk dat we aan hele mooie dingen bezig zijn en in mijn gevoel, naar mijn gevoel, kan dat eigenlijk alleen nog maar beter. Snap je dat ik verrast was? Dat je bijtekende. En dat meer een beetje het gevoel had van, ja, Dick houdt dit jaar weer Emmen in de Eredivisie. Stapje omhoog? Ja, nee, dat snap ik wel. Dat heb ik ook wel van meer mensen gehoord, hoor. Dat ze zeggen van, waarom wacht je niet? Je doet het goed en misschien komt er dan wel een club. Maar dat liet ik net ook al een beetje doorschemeren. Ja, weet je, die clubs kunnen altijd komen. En wie ben ik om dan te zeggen tegen hem van, wacht nog maar even, want dan heb ik een transfervrije status en dan komt er misschien wel een club. Ja. Dat weet je nooit. En ik heb het goed naar mijn zin. Ik heb ambitie. Ik wil mezelf doorontwikkelen. Nou, dat kan bij Emma. Dat kan door te werken. Ja, en wat er dan op mijn pad komt in de toekomst, ja, dat gaan we wel zien. En ik ben er ook wel erg benieuwd naar. Het is niet zo dat ik aan Emma vastzit of aan het noorden vastzit. Maar op dit moment heb ik het prima naar mijn zin bij deze club. En in de toekomst moet je niks uitsluiten. En dat doe ik ook zeker niet.